Welkom, Patrijks. Hé, hey Merle, ze zijn er al. Oh, hoi, precies op tijd. Zal ik jullie het brugklasgebouw laten zien? Als brugklasser krijg je gewoon je eigen gebouw. Maar dan moet je wel delen met de andere brugklassers. Maar verder met niemand anders. Aan het begin zitten de kluisjes en hier zitten de lokalen. Ik zal er even eentje laten zien. Zo ziet bijvoorbeeld een lokaal eruit. Niet slecht, toch? En dit zijn de werkplekken op het werkplein, waar je in alle rust kunt studeren. Fijn hè, zo'n plek voor jezelf. En laten we die lekkere bank niet vergeten. Als je in de brugklas komt, krijg je met jouw klas een mentor aangewezen. Misschien wel deze. Waarom is dat handig, een mentor? Nou, jouw mentor op het Rijks die zie je eigenlijk iedere dag. En is daarmee een beetje hetzelfde als jouw juf of meester op de basisschool. En helpt jou met allerlei zaken die je op school tegen gaat komen, zoals leren leren. Nou, precies. Oh, de bel gaat. Ik moet snel naar mijn les. Maar straks laat Karim je nog zien waar de brugklassers pauze houden. Wat een luxe, hè? Doei! Hey, kom verder. Ik laat jullie wat zien over de aula en over het kunst- en cultuurgebouw. Dames en heren, hier is het dan. Papa, helemaal voor de brugklas. Wat ook handig is, is dat je aan het begin van het schooljaar een planagenda krijgt waar je leert plannen. Kun je daar meer over vertellen? Ja, tuurlijk kan ik je daar meer over vertellen. Sinds dit schooljaar werken wij op het Rijks met een planagenda, de éénblikagenda. En daarin kun je dus in één blik zien, wat is mijn huiswerk, wanneer heb ik toetsen. En zo leer je op een goede manier plannen. En zo ziet hij er van binnen uit. Dat ziet er goed uit. Hier is de prachtige theaterzaal voor schooloptredens en theatervoorstellingen. En wat dacht je van onze vette schoolfeesten? De lessen in kunst en cultuur krijg je hier. In dit lokaal kun je muzikaal helemaal uitleven. Of voel je je meer in Picasso? Met de vooropleiding in beeldend kan je al je creativiteit kwijt. Nu ik me bedenk, ik blijf hier nog eventjes. Ik krijg ineens inspiratie. Hoi, ik ben Cato. Loop je even mee naar onze gymzalen? We hebben niet alleen gymzalen in het kunst- en cultuurgebouw, maar ook hier aan de Rijtuigweg. Stel, je kiest voor sportklas. Dan gaat het niet alleen om motivatie en inzet in de klas, maar ook tijdens sportlessen. Even buiten kijken. Bij de sportklas doe je 2 uur extra gym in de week. En je doet mee aan clinics van verschillende soorten sporten. Toch wel koud hier. Snel weer terug naar binnen. Naast de sportklas kan je ook nog terecht bij een topsportprogramma. Wat doe je dan precies? Bij topsport heb je een bepaalde status vanuit je sportbond. En als je dan heel goed kan sporten, dan krijg je vrijstellingen voor bepaalde vakken, zoals bijvoorbeeld LO. Dan zou je bijvoorbeeld onder schooltijd je huiswerk kunnen maken, omdat je namelijk 's avonds veel te weinig tijd hebt om je huiswerk te maken. En over sportiviteit gesproken, het Rijks heeft sinds kort een eigen fitnessruimte. Scheelt weer een abonnement bij de sportschool. Zullen we nog een klein rondje doen door de school? Let's go! Dit is de mediatheek. Hier kun je boeken lenen, studeren of op de fiets werken. En als je rustig wilt studeren, kan het hier ook heel erg stil zijn. Dit is het technasium, voor als je technische dingen wil leren. Dit is de schoolingang waar je elke dag binnenkomt. Dit is lokaal 13, waar je liever niet komt. Hier moet je ziek melden of als je een keer te laat komt, moet je hier ook melden. Of je gaat gezellig op de koffie bij de rector. Lekker! Bico, heb je geen les? Dit was onze vliegvlug rondleiding door het Rijks. Er is natuurlijk nog veel meer te doen en te beleven, maar daarvoor moet je zelf maar langskomen. Gezellig, misschien zie je bij jullie dan wel in het echt. Hebben jij en je ouders nog vragen? Bekijk dan de link hieronder in beeld. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei! Doei.